betekent dat het eigenlijk onmogelijk is voor die mensen om fatsoenlijk aan fruit te komen, tenzij dat ze het gewoon op een vaste plek kunnen krijgen, zoals de Open Hof. De dagopvang voor dak- en thuislozen Open Hof aan de Spilsluizen heeft sinds vandaag weer dagelijks fruit voor de bezoekers. De stichting Straatwijs heeft door middel van een crowdfundingactie geld bij elkaar gekregen om voor minimaal een half jaar dak- en thuislozen van fruit te voorzien. Het is een bedrag van wel onder de 1.000 euro, maar wel groot genoeg om toch wel een half jaar de Open Hof van fruit te kunnen voorzien. En we hopen ook dat we na die tijd weer zo'n actie kunnen doen, zodat het wel steeds voort kan duren. Wij zijn maar een arme organisatie wat dat betreft. En de begroting is allemaal maar net passend. Dus we moesten een extraatje hebben om dit te kunnen doen. Als iemand op straat rondloopt en die moet gelijk een hele kilo fruit kopen, nou, je eet niet een kilo fruit in één keer op. Dus dat gaat uiteindelijk kapot. Het zit in de tas, het komt ergens tegenaan, het wordt rotzooi. En ja, dus uiteindelijk fruit, dat wordt dan niet gekocht en niet gegeten. Tot januari van dit jaar kreeg de Open Hof geld vanuit het Mama Mini Fonds. Dat stopte na een jaar en daarom maakte de stichting Straatwijs een zogenoemde straatwens met de oproep om geld te doneren om fruit te regelen voor de Open Hof. Gelijk de eerste week was er al een wat oudere dame die een heel groot bedrag heeft gedoneerd. Dan zijn we ook gelijk die week naartoe gegaan om een bosje bloemen te brengen. En daarna hebben we ook heel veel op Facebook en op Twitter promotie gemaakt. En heel veel mensen uit Groningen hebben ons geholpen door middel van donaties. Ik ben heel blij mee. Ja, ik heb al een poosje gehoopt dat er weer opnieuw mogelijkheid zou zijn om fruit te verstrekken. We hebben dat in het verleden een anderhalf jaar gehad met hulp van Mama Mini. En met hulp van Straatwijs is het gelukkig nu weer een poos mogelijk om fruit te verstrekken. De nieuwste straatwens is een oproep om geld te geven, zodat daklozen met kerst naar de kapper kunnen.